veld is dat enigszins glad. Vanaf een uur of vier heeft het geregend. Het is net droog geworden voor de wedstrijd. Brille en Boezem in het nauw gebracht. Vandaar het lokken van die bal komt. Valkop uiterst links. En schitterend gescoord door Halvard Torresen. Volkomen vrijgelaten. Mooi die bal ook getrokken door Ton Lokhoff van rechts. Kijk hier nog eens rustig naar. Voortreffelijk werk van die middenvelder op rechts. Ton Lokhoff prikt die bal voor. En Torres krijgt alle gelegenheid om te scoren. 5 minuten is de wedstrijd oud. 1-0 PSV. Ingooi voor Arthur Hoyer. Die kan het over een verre afstand doen. Het is jammer dat hij niet voor de goal staat voor Fortuna. Want hij heeft al 8 goals gescoord. Hij is daarmee topscorer. Jongen, wat een eind. Van dichtbij. Goal. Doelpunt. Van Wilder Soevrijn. Niemand bij PSV lette op die rechter middenvelder die er verrassend in kwam. Arthur Hoyer, 50% van die goal komt door zijn rekening op zijn konto dankzij die hele verre ingooi. Het is 1-1 geworden. We zijn 17 minuten onderweg. Vrij schop voor Fortuna Sittard die Maassen neemt. Ik let maar eens even op Koevermans. Wildschut. En Keizer geeft een hoekschop. Thijssen. Komt leuk voorgedraaid hoor. Hoyer is daar. Soevrijn en een overtreding van Ton Lokhoff. En opnieuw komt Keizer van een grote afstand naar de plek des onheils. Keizer houdt de kaarten op zak. Holven daar met een vrije schop. U ziet daar een viermansmuurtje. Er zitten wat mogelijkheden in voor Fortuna. Maassen. Van Breukelen. Nou, goal en een doelpunt. En ik heb hem net al genoemd, de beste speler van het veld. Wilbert Soevrijn. Van Breukelen kwam wat ongecontroleerd uit zijn goal. Dacht ook heel even aan buitenspel toen Soevrijn doorging. Protesten inderdaad van Van Breukelen. Maar het wordt allemaal niet toegekend. U ziet daar die protesten, onder andere van Lokhoff. Het is 2-1 geworden. We zitten in de 9e minuut van de tweede helft. Leuk allemaal.